een jaar en 2 maanden geleden ben ik geflitst met een te hoge snelheid, waardoor ik moet voorkomen bij de rechter. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video, jongens en meisjes. Het is nog hartstikke vroeg, het is nu 9 uur en kijk, je ziet daar nog helemaal de mist en het zonnetje is net door. Hey Wim, hey, hoe is ie? Moest jij niet naar school? Hey, ik ben al sinds 7 uur wakker, hè? Ik zweer het, ik heb geüpload. Echt waar? Laat ze dat nou niet wijs maken. Ik zweer het. Nou jongens, Willem gelooft me niet, maar ik meen het serieus. Ik ben deze week dus elke dag om 7 uur aan het opstaan. En ik ben vanochtend inderdaad vroeg opgestaan. En kijk, ik heb dus gewoon al mijn vlog online gegooid. Ik heb hem vanochtend geëdit en al online gegooid, jongens. En ik moet zeggen, het gaat me best wel goed af, het vroeg opstaan. Ik trek het eigenlijk wel. Echt nice. Het is gewoon lekker dat ik nu al gewoon heel veel heb gedaan. En dat ik gewoon de hele dag voor me heb om gewoon andere dingen te doen in plaats van editen. Zoals jullie weten zou ik vorige keer naar de chiropractor gaan. Maar omdat het zo druk was in de stad, kon ik nergens mijn auto kwijt. Maar ik heb straks weer een afspraak en ik heb een microfoon meegenomen en mijn statief. Dus dan kunnen jullie even goed het gekraken horen, jongens. Want oh, ik denk echt dat ik zit zo vast. Ik denk dat echt alles bij me gaat kraken. Maar goed, we gaan het zien. Oké, jongens. Ik heb eventjes de microfoon opgedaan, want hier gaan we. Take a nice deep breath in. And as you breathe out, so we'll push. There we go. All the way out. There you go. Nice. Okay. Now I'm going to adjust this guy on this side. So you want to relax your head as much as you can, yeah? Good. Nice and loose. I'm just going to move your head laterally. And then a little crack. Zo jongens, dat was hem. Oh. En ik voel serieus, mijn nek is echt een stuk beter al en mijn rug ook. Maar ze zegt, het gaat pas zeg maar echt effectief worden als het... Ja, als je 4 weken of zo bent geweest, dan ga je het echt langer voelen. Nu is het voor 3 dagen. Maar het was wel echt chill. En ik ben benieuwd of je op de microfoon die kraakjes hoort. Ik ben benieuwd. Een van mijn kleuters in de toilet. Not awful. En die dangler, like rule breaker, that's low rated. Wat is dit? Het is wel heel grappig. Heel vaak als ik jullie filmen, jullie of FIFA aan het spelen en nu toevallig ook FIFA filmpjes aan het kijken. Ja. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen, we zijn al een tijdje wakker. Ja, we zijn alweer een tijdje wakker. Vanochtend. Hoe was het lopen dan? Ja, ging wel moeilijker dan verwacht. Ja? Ja, maar ik was vanochtend weer om 7 uur zeg maar ging de wekker. Maar ik moet zeggen, ik kwam er niet gelijk om 7 uur uit, want het was een beetje zwaar. En daarna zijn Willem en ik gaan hardlopen. Hoe laat dan? Hoe laat was het? Half 9 of zo uiteindelijk. Hoezo kan je nou weer niet om 7 uur je bed uit komen? Dat is wel erg eigenlijk. Hoezo? Was jij om 7 uur je bed uit dan? Nee, maar ik hoefde niet voor een challenge mijn bed uit om 7 uur. Nee, ja, ik heb om 7 uur mijn wekker gezet. Toen heb ik nog een half uur. Als je mijn wekker om 7 uur zit, kom ik gewoon uit hoor. Nou ja, ik vandaag even niet. Het was echt koud ook. Maar goedemorgen. Zo. Ik heb dus inderdaad al hard gelopen samen met Willem. Het was best wel pittig. Maar ik heb nog niet gegeten, dus ik ga eventjes wat eten. En ik denk dat ik even een havermoutpannenkoek ga maken. Voor de mensen die niet naar mijn sportserie kijken, dit is echt top, jongens. Het is gewoon 2 eieren erin, een banaantje erin. En dan ga je dat eventjes in zo'n blender doen. Kijk eens even. En dan gooi je er gewoon zo'n beetje havermout gooi je erbij. Hotskee. Hotsvlot. Ja, een beetje havermout. Hats. Dan doe je het ding weer dicht zo. Doe je hem gewoon weer dicht zo. Draaien. Kan je gewoon draaien zo. En dan doe je hem gewoon zo erin weer. En dan ga je even lekker goed. Het is zo chill, jongens. Ik zit hier dus nu elke dag. Zit ik hier gewoon lekker te editen. En leuk een beetje, ja, gewoon dingetjes te doen. Maar ik heb dus iets heel erg vets. Ik heb namelijk, ja, de eerste versie voor mijn videoclip gekregen. En ik ben echt heel erg blij. Maar ik ga het nog niet aan jullie laten zien. Dat is nog een geheim. Maar goed, ik ga zo richting Haarlem. Want ik ga Ella ophalen. Want Ella die blijft hier vanaf woensdag tot en met vrijdag slapen. Want ze kan haar eigen huis niet in. Want haar hele vloer wordt gedaan bij haar ouders thuis. Dus die komt gezellig hierheen. En daarna ga ik naar Creators FC. En als het goed is, wordt het echt een hele lijpe wedstrijd met 1500 man. Dus ik ben benieuwd. Maar eerst ga ik nog even lekker editen voor van kratje naar sixpack. Niek is hier als het goed is bijna. Dus ik ga eventjes mijn spulletjes pakken. En dan gaan we er vandoor. En dan gaan we even lekker voetballen. En ik ben benieuwd of ik het merk dat ik zeg maar ben afgevallen. En of het ja met sprinten en zo. We gaan het allemaal zien, maar ik ben benieuwd. We gaan onderweg naar Creators FC. Samen met Niek en Vincent. Wat heb ik nou gezegd?
ik wat? In die video's van je. Oh ja, van je, ja, sorry. Sorry. Ik wist niet dat het zeg maar zo heftig was. Ik dacht, je vindt het nog steeds wel gewoon leuk. Oh! Kijk eens even. De vlogger is er weer. Ja! En vanavond we zijn er jongens en het is als het goed is helemaal uitverkocht, 1500 man, dus we gaan het zien jongens. Ik heb helaas vandaag niemand bij me die kan filmen, maar het komt helemaal goed joh. Ik kan toch filmen hier? Oh ja. Zie je, dat moet ik te doen. Maar dan moet jij dat filmen, anders als jij dan van vast... Ho, ho! Nee, ik kan het ook niet, maar moet je het helemaal niet laten doen. Tijdens het voetballen. Kijk, ze zijn hier aan het omroepen. Onder 8 en onder 9. Hij moet je echt niet laten vloggen, joh. Dat gaat helemaal fout. Jij bent zo'n goede content creator, ja. Ja. Hallo, is dat? Hou je bek! Wacht. Best wel lekker wijs. Nou, tot zover de vlog takeover van Nick. Nee! Nee, joh. Oké, jongens, het is pauze, maar ik kon net de hele tijd niet filmen, omdat ik zei, ik heb zeg maar niemand mee. Alleen, het staat nu 3-1. Je mag gewoon komen, hoor. Nee, maar het staat dus nu 3-1, jongens, en het gaat lekker. Ik heb ook gescoord, dus dat is een goed iets. Oké, we gaan weer door. Oh, dit is zo lekker. Oh, wat heerlijk. Oh, vriend, neem maar ook een. Fim, ik heb een idee. Wat? Dit is een nasi schijf, dat is groente. Nee, het is gefrituurd, dat mag niet. Dan haal ik dat velletje eraf. Nee, dat mag ik niet. Ik mag het niet. Weg, snel weg, ren, weg, ren. Nee, nee, geen aangifte doen. Dat was hem weer, jongens. We hebben uiteindelijk gewonnen met 5-4. Ja. Op het nippertje. Oh, wat maak je toch een mooie doelpunt, Finn. Ja, ik heb een goal gemaakt met een assist van Nick Rozen. Het kan niet beter gewoon. Dat kan het. Nou jongens, lekker naar huis. Een flexibele paal, heb ik ook. Heb jij ook een flexibele paal? We gaan lekker naar huis en dan moet ik nog naar Haarlem rijden, want ik ga Ella ophalen. Want die slaapt bij mij tot en met vrijdag. Ja, vrijdag. En ik ga nog vertellen wat ik vrijdag ga doen, want het wordt echt heel dik. Ik heb het opgezocht, jongens. KFC kip. Is natuurlijk niet goed voor je, maar het is dus 94 calorieën per portie. Maar is dit een groot portie of een kleine? Heb je ook een kleine? Je gaat me niet vertellen dat 14 hot wings maar 94... Nee, dus dan is de helft van 14. Zijn het dan wel 94? Nee, dat kan ook niet. Maar het stond wel bij KFC op de site. Ik wil er één, puur voor de trek. Wat zou Hidde zeggen nu? Weet ik niet, maar ik denk dat één wel kan. Hidde, als je dit kijkt, na een voetbalwedstrijd, ik heb vandaag hard gelopen. Ik heb vandaag gespoord, ik heb vandaag gevoetbald en ik heb weinig gegeten vandaag. Dus ik denk dat dit kipje, ik denk dat je er moet van genieten. Ja, maar je moet echt van genieten. Oké, let's go. Daar gaan we. Hoe smaakt die? Ja, wel lekker. Hij is een beetje pittig. Wat versta je niet onder het woord hot wings? Het zijn geen wings, het zijn hot wings. Nou, lekker jongens. Je denkt ook wel gelijk de dikste, hè? Helemaal niet. Er is helemaal te graaien in die bak. Ik pak gewoon... Wat zei je nu? Wat te graaien. Welke is het dikste? Helemaal niet. Ik moet van niet de camera aanzetten. Hij wilde de camera niet aanzetten, maar hij wilde dus nog een kipje pakken. Hij zegt, dit ga je filmen. Nee, kijk. Dit wat jullie willen zien, toch? De struggle, dit is de struggle. Ik zit hier lekker kip te eten. Hij neemt er één, dan is hij natuurlijk super lekker. Ik denk dat twee kipjes dus wel mag. Van wie? Jij bent je eigen baas. Ik ben het uit gaan zoeken. Ik heb net op de site gekeken. Ik ga het nu opzoeken. Let op. Jeetje man. De hot wings. Kijk, hier is een heel lijstje zo. Hot, 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 hot. Oké, nou, hier heb je per 100 gram. En hier staat per portie. Oké, hier, calorieën. Ga naar de hot wings. Ja, hot wings. 95 calorieën zitten er in hot wings. Dus dat is niet verkeerd. Oké. En jij eet een hele bak, dit is dan een grote bak, dus het is dan voor de helft, het 7 van die hot wings, zou 95 calorieën kunnen zijn. Dus dan mag ik er echt wel twee. Van wie mag je er twee? Van mezelf. Oké, nou, moet je dat toch lekker doen? Ja. Dan doe ik dat ook lekker. Slappe hap dit, kijk nou. Nee. Nou, hij heeft er 6 gegeten. Dat wilde hij allemaal niet op beeld. Maar
Hij heeft net even netjes de dingen weggegooid. Je beseft dat zeg maar jij kip aan het eten bent en dat ik het voor jou ook opruim. Dat ben ik toch je hebt er zelf ook 6 gegeten. Jongen. Geef nou eerlijk toe. Ik heb er 2 op. Ik zweer het, ik heb er 2 op. Doei. Ja, ruim maar weg. Later. Oké, eventjes snel naar boven, even mijn autosleutel pakken en dan richting Haarlem Ella ophalen. Pff. Jongens, ik ben gesloopt. Kijk eens eventjes wie we hier hebben. De Loché. Loché, ik blijf korter dan dat ik normaal ben. De Loché. Loché klinkt trouwens echt raar. Loché. Loché. Ella is mijn Loché. Een hele goede morgen. Nou ja, goedemorgen. Ik ben een beetje zenuwachtig, want ik heb het nooit tegen jullie verteld, maar ongeveer... Een jaar en 2 maanden geleden ben ik geflitst met een te hoge snelheid, waardoor ik moet voorkomen bij de rechter. Maar goed, ik ga dus nu naar Haarlem om naar de rechter te gaan, want daar is de rechtbank. Maar ik hoop niet dat ik mijn rijbewijs kwijt raak, want dat zou echt heel vervelend zijn. Nee, ja, je kan ook taakstraf krijgen, maar waarschijnlijk krijg ik gewoon een boete, want ik heb ook een hele goede reden. Omdat die avond moest ik heel snel naar Ruben, omdat Ruben, dat was de periode dat hij zeg maar echt niet goed ging met zijn hart, wat jullie weten. En hij was toen alleen thuis en het ging echt niet goed met hem. Toen ben ik zo vanuit paniek ben ik naar huis gereden, toen ben ik helaas geflitst. Alsnog mijn eigen fout, maar ja, het is gewoon niet leuk. Kijk, ik ga het natuurlijk niet goed praten dat ik te hard heb gereden. Want het is gewoon sowieso mijn eigen fout. Het is dom. Ik weet nog wel dat ik soort van een beetje half in paniek was van... Oh shit, het gaat niet goed met Ruben. Ik moet nu naar huis. Maar goed, ik hoop dat ze het verhaal een beetje snappen. En het stom is ook, ik rijd nooit boetes. In het 3 jaar dat ik rij heb ik... Wat is het? Misschien 3 boetes gereden of zo. 2 boetes gereden. En dan ook niet van een gekke hoge snelheid of zo. Ja, en dat zijn dingen die ze allemaal meerekenen. Maar... Ik ben benieuwd jongens, ik ben echt heel erg benieuwd. En ik hoop echt niet dat mijn rijbewijs wordt afgepakt. Kijk, een boete ga ik sowieso krijgen. Want ze gaan niet zeggen, oh wat een goed verhaal. Weet je wel, ga maar weer weg. Nee, dat is het niet. Je krijgt gewoon een boete. En dat is logisch. Ja jongens, ik ben gewoon hartstikke benieuwd. Dus ik ga daar nu heen, mijn moeder is daar ook. En dan moet ik naar de rechter. Klinkt echt alsof ik een crimineel ben. Ik moet voor de rechter komen jongens. Maar ja, het is eigenlijk wel zo. Ik moet gewoon voor de rechter komen. Holy shit jongens, ik was zo zenuwachtig. Ik zat dus in dat kamertje en je hebt dan een soort van digitaal scherm. En je bent zo van aan het zoomen met degene die jouw straf bepaalt. Maar ik heb dus mijn verhaal verteld over Rup, dat het niet goed met hem ging. En dat hij de dag daarna ook in het ziekenhuis is beland en dat ik in paniek raakte. En dat ik daardoor zo snel heb gereden. En ze begrepen het. Ze begrepen het gewoon. Dus dat is echt heel fijn. En het beste is nog, ik mag mijn rijbewijs houden en ik heb alleen wel een geldboete van 1200 euro. En dat is heel veel geld. En kijk, zij zeggen ook, weet je, ik kan het niet weghalen. Weet je, iedereen, ook al ongeacht de situatie, moet je houden aan verkeersregels. En dat is ook zo. Dus ik moet een boete van 1200 euro betalen, helaas. Maar goed, ik leer er ook van. En wat ik ook zeg, ik rijd nooit boetes. Ik rijd ook heel vaak nooit te hard. Dus dit was echt gewoon 1 keer een heel dom foutje. Maar gelukkig mag ik mijn rijbewijs houden, jongens. En daar ben ik zo blij mee. Wat denk je? Ik ben al ingelicht. Oh, je bent al ingelicht. Ik heb overal mijn... Oh, ik wilde eigenlijk de grap maken dat ik 6 maanden mijn rijbewijs kwijt was. Nee, maar jongens, hier gaan we geen grap over maken. Want het gaat niet nog een keer voorkomen, want het is niet slim. Ook al was het een hele stomme, domme fout. Het is ontzettend irritant dom. Ja, maar goed, ik was in paniek. Dus... Ja, maar dat is geen excuus, maar ik ben hier wel heel blij mee. Ik zou je nog vertellen wat ik dit weekend ging doen. En het is echt iets heel erg vets en ik weet dat heel veel jongens daarover dromen. Maar ik ga morgen, vlieg ik om 11:30 met Gio samen richting Italië. Want wij gaan naar de Ferrari fabriek. Ja, het is echt bizar. Ik heb er zoveel zin in jongens. We gaan gewoon naar de Ferrari fabriek en we mogen naar, of ja, Gio volgens mij meer, volgens mij mag ik zelf niet rijden denk ik. Maar we gaan daar naar, in verschillende Ferraris gaan we rijden op dat testcircuit. We gaan naar de fabriek en we zitten in een leuk hotel. Dus het wordt echt super dik en ik heb echt zoveel zin in jongens. Lekker soort van vakantieweekendje. Dus dat gaan we morgen doen. Yes, maar dat zien jullie allemaal in de volgende vlog. Dus de volgende vlog moet je ook gaan kijken, want het is leuk. En ik wil jullie sowieso bedanken voor het support de laatste tijd op mijn video's. Mijn views gaan weer omhoog, mijn abonnees stijgen,
Veel leuke reacties, dus dank jullie wel. Maar ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes, want dat zou ik echt heel leuk vinden. Ik vertel net tegen jullie dat wij dus morgen naar Italië vliegen. Maar Gio die krijgt net een mailtje. Ik heb dus nog geen mail gehad, heel raar. Dat onze vlucht is gecanceld omdat er in Italië stakingen zijn waardoor er 200 vluchten zijn gecanceld. En we zouden zeg maar vanaf zaterdag begint het programma dat we dus naar het circuit gaan daar en zo. Alleen de vlucht van zaterdag die de andere mensen nemen, Michael gaat bijvoorbeeld ook mee en Leroy, waarmee ik laatst in de studio zat, die gaan ook mee. Alleen die vlucht is er niet meer, dus we zitten nu een beetje te kijken van oké, wat is de oplossing? Want we kunnen letterlijk niks. We kunnen vandaag niet meer vliegen, morgen kunnen we niet meer vliegen en zaterdag kunnen we ook niet vliegen. Dus het is nog een beetje kijken of het doorgaat, maar het is wel echt, echt een klote weer. Nou jongens, jullie gaan het niet geloven, maar het is tijd om kerstcadeautjes te komen. Ja, het is echt niet normaal. Het is 20 oktober en we gaan kerstcadeautjes. Ik moet mee. Ik zie jouw reacties lezen. En echt, eigenlijk iedereen was het met mij eens. Dus jij bent hier gewoon de kneus. Jongens, ik ben het er niet mee eens. Sorry, ik kan het niet vinden. We gaan kerstcadeautjes kopen op 20 oktober. Eigenlijk mag je dit helemaal niet zeggen. Wel niet? Nou, mijn ouders ook te vlog kijken. Ja, maar dan gaan we toch niet zeggen wat je gaat halen? Nee, we gaan niet vertellen wat je gaat kopen. Ik kan het wel zeggen, maar dan moet je zeggen... Mama van Ella, je moet nu even wegkijken. Even wegklikken, mama van Ella. Ik had net Gio aan de lijn, maar het is echt een beetje gedoe. Want dus, er zijn staken in Italië, dus we kunnen niet vliegen morgen. Zaterdag kan ook niet en we moeten ook geluk hebben dat we überhaupt zaterdag zouden kunnen vliegen. Vanwege de stakingen. Of we moeten gaan rijden, maar daar hebben Gio en ik allebei ook niet echt zoveel zin in. Want het was 16 uur rijden of zo. Dat wordt nog even een dingetje jongens, dus misschien gaat het niet door. En dat zou echt heel jammer zijn. Dit is Sinterklaas. Moet je nagaan, Sinterklaas moet nog komen. Ik vind altijd na Sinterklaas, dan pas mag je kerst vieren. Vind je dit niet leuk? Yo. Sinterklaas kerstbal. Dat is gek. Dit is leuk. Elf. Ik was gewoon leuk aan het dansen. Die wilden jullie toch? Ja. Nee, die hoef ik niet. Ik hoef geen wasborstel. En deze, huis. Die is mooi. Kijk. Nee, die hoef ik ook niet. Ik wil naar huis. En dit kan je zelf... Nee, die hoef ik ook niet. Ik wil naar huis. Die hoef ik ook niet, want ik wil naar huis. Ga niet naar huis. Oké, jongens. Ik denk dat de conclusie is dat wij niet meer naar Italië gaan, helaas. En ik vind het echt heel jammer. Het was een hele vette... het was sowieso fucking vet geweest, jongens. Naar de Ferrari-fabriek. Maar goed, hij zit er denk ik niet in. Maar goed, ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. Dus vond dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.